Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben CFX Domes en we gaan het vandaag hebben over de map Factory. Factory is de meest iconische map van Escape from Tarkov en het heeft eigenlijk te maken met de claustrofobische sfeer die daar rondhangt. Heb jij zin in het snelpotje en de snelle raid van Escape from Tarkov, dan is Factory the way to go. En waarom? Omdat je hier heel snel kan looten en heel snel kills kan maken en ook heel snel weer kan extracten. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Deze map is vergelijkbaar voor de Call of Duty spelers met onder andere Rust en Nuketown. In deze video vertel ik onder andere waar de loot ligt en waar je kan extracten. Hier loop je in de offices van Factory en een van de belangrijkste kamers om te checken is de safe room. In de safe room staat natuurlijk, zoals je het al zegt, een kluis. En deze kluis heeft goede loot. Bitcoins, golden chains en geld. Als je in Factory bent, check deze kluis. It's worth it. Als je verder om je heen kijkt, zie je dat er nog meer plekken zijn waar je loot kan vinden. Dus check deze kamer zeker weten helemaal. Naast de safe room vind jij de breach room. En de breach room is de kamer waar je moet zijn voor onder andere tassen, mats en andere loot. Zodra jij deze deur hebt ingetrapt, weet je dat iedereen in de map weet waar jij bent. Scavs en players, let daarop. Naast de breach room vind je de locked room. En de locked room, daar heb jij een factory key voor nodig om hier in te gaan. Binnen vind je niet heel erg bijzondere loot, wat ammo en wat gunparts. Ik persoonlijk vind het niet de moeite waard. Ook liggen er verder in de hele map verschillende crates verspreid. Denk hierbij aan wooden crates en aan weapon boxes. Als je wil extracten uit Factory, dan heb je drie mogelijkheden. Je hebt gate 3, die is voor iedereen toegankelijk, maar let wel op. Hier zitten vaak exit campers die in de hoekje zitten om jou op te wachten en jouw gear af te pakken. Ook heb je gate 0. Gate 0 is eigenlijk de offline spawn exit. En hier heb jij een Factory key voor nodig. Ook kun je extracten in de kelder. En hier heb je ook de Factory key voor nodig. Zoals je hoort is de Factory key erg belangrijk. Het geeft je een tactisch voordeel in een map zoals deze, maar ook in de map Customs. Deze sleutel is erg zeldzaam en kan je vinden in Customs en op Scavs. Nog een aantal belangrijke dingen om te weten in deze map is onder andere het geluid. Als je in de badkamer loopt, hou er rekening mee dat het geluid van de tegels daar erg goed te horen is en dit direct jouw positie verraadt. Ook bij de offices kun je horen aan het loopje waar je loopt. Ook goed om te weten is dat je zowel van boven als van onder verrast kan worden, aangezien er over de gehele map catwalks en tunnels zitten. Goed om te weten is dat je in Factory geen moment veilig bent. Dus op het moment dat je eigenlijk heel veel kills hebt gemaakt en scavs hebt gekillt, dat je denkt, nu is de map op zich wel leeg, kan er altijd nog om het hoekje iemand komen die je toch nog even one-tap. Vond je deze video nou leuk? Like hem even en abonneer even op mijn kanaal. Ik vind het heel leuk om te maken. Laat me vooral weten in de reacties wat je zou willen zien en ik zie jou in Tarkov.